Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Situatie zorgwekkend. President Boutersen spreekt samenleving toe. En Suriname op code rood voor COVID-19 besmettingen. Met de plotselinge stijging van het aantal COVID-19 besmette personen in ons land is er een zorgwekkende situatie ontstaan als het gaat om de veiligheid van onze volksgezondheid. De samenleving zal daarom meer dan ooit de uiterste voorzorg en voorzichtigheid in acht moeten nemen. President Desiré Boutersen is door de volksgezondheidsautoriteiten uitgebreid geïnformeerd over de ontstane situatie. Het staatshoofd heeft zich daarop eerder op de dag in een televisietoespraak gericht tot de Surinaamse samenleving en verscherpte maatregelen aangekondigd. Goedenavond Suriname. Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen, worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van COVID-19. Waar we voor waarschuwden, lijkt nu te gebeuren. Op dit moment wordt een explosief groeiend aantal personen positief getest op het virus. Dit baart ons zeer, zeer grote zorgen. We zien ons binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd met clusters van besmettingen in Paramaribo en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving. Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust tegen alle regels in groot gevaar gebracht, waarbij wij nu van de dorpen in het oosten tot in de stad en het verre binnenland te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid. De gezondheidsteams zijn direct aangevangen met het nagaan van contacten van besmette personen. Het voorlopig veldonderzoek wijst uit dat de nieuwe gevallen voornamelijk te herleiden zijn tot het oostelijk deel van ons land. De onduidelijkheid over de bron van de lokale verspreiding zorgt voor hoge alertheid. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft daarom aangegeven dat Suriname zich in code rood bevindt. U begrijpt dat code rood betekent dat wij naar een nieuwe fase gaan. Een fase waarbij wij wederom een beroep op u doen. In deze fase stellen wij de gezondheid als ook de uitvoering van de volkswil als absolute prioriteit. Neemt u de komende 2 weken uw eigen verantwoordelijkheid om zelf en anderen te beschermen. Realiseert u zich dat wij COVID-19 vrij waren? Door onmaatschappelijk gedrag is de realiteit dat COVID-19 thans hoogtij viert in Suriname. Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt. Als regering zullen wij uw veiligheid helpen garanderen door de maatregelen op te schroeven. Deze geldende maatregelen zijn: 1. De partiële lockdown zal vanaf morgen 2 juni in heel Suriname gelden vanaf 6 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Maatregel 2.
Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. Maatregel 3. Per heden is de brug bij Stolkersijver voor beweging van personen in beide richtingen afgesloten, met uitzondering van noodzakelijke diensten, de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. Maatregel 4. Vanwege de extra zorg in bepaalde gebieden in het binnenland wordt het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende dorpen per direct gestopt: Stoelmanseiland, Dritabbetje, Godolo, Kotika, Lawatabiki, Antino, Anapaike, Ulemari, Gakaba en Albina. Het vervoer van goederen blijft vooralsnog toegestaan. Maatregel 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen. Maatregel 6. De aangekondigde versoepeling wordt per heden teruggedraaid. Dat wil zeggen dat scholen gesloten blijven, crèches per morgen weer gesloten zijn, heropende markten weer gesloten zullen worden en alle bedrijven terug moeten naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca's zullen wederom gesloten zijn voor bezoekers. Hierbij is het advies vanuit de gezondheidsautoriteiten om uw mond en neus te bedekken indien u toch op straat moet gaan. Hoeft u niet op straat, blijf alsjeblieft dan thuis. Tana oso, noga strati. Legt u zelf een thuisquarantaine op. Suriname, de komende 2 weken zullen wij de grootste voorzorgsmaatregelen moeten nemen voor onszelf en voor elkaar. Zorg u dat uw weerstand sterk is door veel groente en veel fruit te eten. Zorg u dat u regelmatig uw handen ontsmet. Neem geen risico's. Voelt u zich grieperig? Isoleert u zichzelf en bel 178. Laten we allen extra zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. In het bijzonder aan onze broeders en zusters in Marowijne, Sipaliwini en Nikeri vraag ik om de rust te bewaren. Heeft u gezondheidsklachten, maakt u dan contact met een medische post. De medische teams in het veld zullen u verdere instructies geven. Gaat u zich alsjeblieft niet verplaatsen en zo de kans op besmetting vergroten. Brananasa, we moeten samenwerken. We hebben elkaar allemaal nodig. COVID-19 discrimineert niet tussen leeftijd, sociale status of politieke kleur. Laten wij Suriname niet verdelen, maar tot elkaar brengen en onze kracht verbinden, zodat wij samen zorgen dat Suriname gezond blijft. Nogmaals benadruk ik, zowel onze gezondheid als de spoedige afwikkeling van de volkswil zijn onze hoogste prioriteit. Ik vraag u wederom om samen in gebed te gaan. Gado na wifesiman. Ik dank u. Suriname staat sedert zondag 31 mei op code rood voor wat betreft COVID-19.
Code rood is de op één na hoogste staat van bezorgdheid. De teller van het aantal actieve gevallen is drastisch gestegen en is er sprake van verspreiding binnen de gemeenschap. Op een spoedbelegde persconferentie is het Nationaal COVID-19 Management Team ingegaan op de meeste recente ontwikkelingen. Aangegeven is dat elke persoon een potentiële geïnfecteerde is. We zijn in code rood. COVID-19 kan overal in het land zijn, zegt volksgezondheidsdirecteur Cleopatra Jesrun. We zijn dus nu in code rood. We hebben te maken met verspreiding. En dat is een zeer, zeer ernstige en zeer droevige zaak voor Suriname. Ik vraag wel aan de samenleving om kalm te blijven en om zoveel als mogelijk de regels in acht te nemen. Bij deze vraagt het ministerie van Volksgezondheid ook aan de burgerij om een mond-neusbedekking te gebruiken als u naar buiten gaat, als u ergens gaat zijn, welke wij ook nu, vanaf nu, zullen gaan beginnen te hanteren. De mondneusbedekking, zoals we al eerder ook hebben gezegd, kan van alles zijn. Het mag een zakdoek zijn, het mag een sjaal zijn, het mag van pangistof gemaakt zijn, het mag van andere, iets dikkere stof, katoenen stof, maar je moet er wel goed door kunnen ademen. We hebben op de website ook geplaatst hoe je dat zelf kunt maken. En ook met de adviezen erbij. We hebben de PAHO ook om advies in deze gevraagd. En dat zullen wij vanavond allemaal verder met het COVID-team en de overige actoren ook van het crisisteam verder bespreken. De regels blijven van kracht. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht. Maar ik wil u urgent vragen, burgerij. En daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid ook aan het COVID-team geadviseerd om de bewegingen zoveel als mogelijk te beperken. We zijn nu in een situatie waarbij onze capaciteit al behoorlijk onder druk staat. En we verwachten meer. Vanavond worden er nog meer testen uitgevoerd. Er zijn al verschillende swabs afgenomen. En we gaan vanavond die resultaten ook aan u doorgeven. Ik vraag aan u om de officiële kanalen te volgen. We plaatsen, zo gauw wij het weten, officieel weten, plaatsen wij het op de website voor u en in de media, zodat u ook alert bent en weet wat er tot nu toe gaande is. Ik vraag aan ieder om geen grapjes met deze serieuze zaak te maken, omdat wij ook een geval hebben gehad waarbij men zich heeft voorgedaan als BOG-medewerkers en iemand heeft teruggebeld om te zeggen dat de persoon positief is. En dat is een kwalijke zaak. Laten we dat soort zaken achterwege laten. Laten we niet in paniek raken. De regels zijn nog steeds hetzelfde. Ze zijn nooit veranderd. Ze zijn gaan verslappen de afgelopen dagen. En we vragen aan de burgerij om dat weer streng in acht te nemen. Verder vragen we ook dat de 178-lijn zoveel als mogelijk, want hij is nu behoorlijk overbelast. En dan klaagt men dat men niet doorkomt, zoveel als mogelijk wordt gebruikt waarvoor hij is geplaatst. Het is de hotline. Als u de 178-lijn belt, is het omdat u of ziek bent of iets te melden heeft. Kolonel Slijngaard zal straks iets meer over de andere lijn, de 144-lijn die we ook hebben, iets vermelden. We vragen dat de 178-lijn echt alleen voor dit soort zaken, COVID-related zaken, gebruikt wordt. We hebben ook op de website ter herinnering wederom geplaatst. En dan vraag ik hierbij en de mensen, de artsen, de zorgverleners in de eerste lijn, zowel de burgerij, om die regels die we allang hebben en de instructies van hoe u naar uw huisarts kunt bellen, wat u met uw huisarts kunt afspreken, wat de stappen zullen zijn die uw huisarts zal nemen, maar ook wat de stappen zullen zijn als u 178 moet bellen, wat er gaat gebeuren. Om het proces nog even snel weer te herhalen, omdat het blijkt dat er toch verwarring is. Als u de 178-lijn belt
en u uw klachten doorgeeft, wordt dat doorgespeeld aan de verschillende commissies bestaande uit alle deskundigen van volksgezondheid. Er wordt een besluit genomen om een swab bij u af te nemen. Er wordt een test ingezet. En van u wordt gevraagd de verantwoordelijkheid om tijdens het afwachten van de test thuis te blijven. U snapt dat als we in een situatie zijn gekomen met verspreiding van het virus lokaal, dat dat ook weer effect zal hebben op de strategie die wij tot nu toe hebben gehandhaafd. Wij zullen daar vanavond verder over praten en dat zal ook bekend worden gemaakt op de officiële sites. Ik vraag aan ieder om gewoon de structuren ook te volgen en niet in paniek te raken, de structuren te blijven volgen. Was uw handen ook nog steeds. Blijf uw afstand houden. Gebruikt u een mond-neusbedekking bij het naar buiten gaan. De maatregelen welke verder getroffen zullen worden, zal in verder verband worden besproken. Allereerst de adviezen van het ministerie van Volksgezondheid naar het COVID-team toe is dus duidelijk. En er moet met alle actoren nog gezeten worden om daarover te praten. Ik zal nu ook het woord geven aan dokter Vrede om in te gaan op de kwestie van de missie die is geweest, de medische missie die is geweest naar Assisi Kriki, in verband met een van de gevallen die we hebben gehad. We kunnen dus teruggaan naar het begin. De kolonel gaf het ook al aan. We hebben vaker aangegeven. We hebben de grenzen gesloten. We hebben de rivier gesloten. Mensen steken jullie niet zomaar over. Jullie komen van plekken waar het COVID-19 virus welig tiert. Men heeft het vaak genoeg in de wind geslagen en men kwam maar binnen. Om nu die causale, om die causaliteit uit te werken, dat zou voor mij op dit moment, ik wil me niet eraan wagen. Als het is omdat iemand overgekomen is, of omdat de grens open stond, dat iemand daardoor binnengekomen is en mensen is komen besmetten, dat kan ik zo niet pinpointen. En we hebben gehoord ervan dat men stelt, COVID-19 team heeft zijn werk niet goed gedaan, want ze hebben de grenzen niet goed beveiligd, ze hebben de grenzen niet goed bewaakt. Wel, ik weet niet als mensen hun visie van hoe onze grenzen eruit zien, of hoe ons binnenland eruit ziet. Als men kijkt naar Kola Creek, maar we hebben een prachtig land. Met een uitdagende grens. Met een rivier zo grillig. Wanneer dat de bochten in de rivier zodanig zijn dat als je aan de ene kant staat, je de andere kant niet ziet. Dat wanneer je op de rivier bent, dat de golven zodanig kunnen zijn dat je een boot 200, 300 meter niet meer ziet. Dat je daar diensten hebt, leger en politie, nu al langer dan 3 weken. Op bepaalde plekken, continu op de rivier. En toch gaat men langs ze heen, zonder dat ze het zien. En let wel, ik praat niet over mensen die tjoekoe nemen, hè. Ik praat over mensen die gewoon normaal hun werk doen. Ik bevestig weer. Dokter Jesrin heeft aangegeven, we hebben geen actieve cases meer in Suriname. We stonden op 0. Maar dat wil niet zeggen dat we COVID-vrij zijn. Er is hier aangegeven, toch keren, en ik hoop dat u heeft geluisterd, goed heeft geluisterd, en niet gekeken naar wiens haar was mooi, of wat die ene persoon toen zei, of waarom vraagt meneer Pinas weer zoveel vragen. Maar dat u heeft geluisterd toen er werd gezegd dat het virus gedragen kan worden door iemand. Maar als dat niet een symptoom aan af, sorry schrijf ik aan door. Maar ik kan charing. Dat zo ik kan praten en door. Is ook hier aangegeven. En daarom bleven we stressen en we stressen en we stressen. Nog wat strati als je daar niets te zoeken hebt. Hou die 1,5 meter afstand. Dat waren de weinige dingen die we hebben gevraagd. Houdt u zich daaraan. En zorg ervoor dat er geen mensen ongecontroleerd het land binnenkomen. Want als je nog kan controleren, dat je abba situatie nu, P.O. op 24, dat je nog sappe alle smak moet bevoelen. Wie is Tranga Yesi? We zijn met z'n allen Tranga Yesi. En waarom zijn we met z'n allen Tranga Yesi?
we maken allemaal die fout om ons niet te houden aan de maatregelen. Tenminste één keer merk je op dat je of gewoon iemand aanraakt, of gewoon je niet houdt aan die anderhalve meter. We praten over trangen, Jesse, omdat we merken dat toch mensen de gelegenheid krijgen om binnen te komen. En mensen de mensen ontvangen thuis en gewoon bij ze houden. Dat is die trangen, Jesse, waarover we praten. Het is een menselijk gegeven dat het nooit zo gaat zijn dat een ieder in het gareel gaat roepen. Het zou wat mooi zijn, want zo zijn wij mensen niet. Toch? We zitten niet zo in elkaar. Wat we aangeven is dat wij merken dat er toch een zekere, wat je noemt, die ongehoorzaamheid, dat is er nou gewoon weg. En dat hebben we weken zien gebeuren. Je had gewoon koppas, voetbal werd er gespeeld. En dan weer een activiteitje hier en dan weer een activiteitje daar. Dat is wat wij bedoelen met trangen, Jesse. En nu moeten wij met z'n allen ervoor gaan om die bewustwording bij ons allen meer liefde te laten krijgen. Dat alles maar sabi. Sana a issues voor COVID-19. Die bewustwording moet er bij een ieder zijn hoe je ermee omgaat. Dat was Focus. Laten wij allemaal letten op onze persoonlijke hygiëne. Neemt u de aangekondigde orde en gezondheidsmaatregelen in acht om zo onszelf en Suriname te beschermen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19-virus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.